Kostas, kan je nog lachen? Ja, ik lach wel, maar van binnen doet het heel erg pijn. Heb je deze avond beleefd? Een hele zure avond. Zelf niet verwacht. Een dure fout. Fout die eigenlijk mag niet gebeuren, maar toch gebeurt het. En ja, zo snel mogelijk vergeten. Je kreeg er vier om de oren vandaag. Ging je bij alle vier in de fout? Dat ik? Nou, ik denk van niet. Ik ga niet zeggen dat alle vier doelpunten mijn fout was, met alle respect. We staan met z'n elf op veld. En ik zou zeggen, de tweede is wel duidelijk mijn fout. Ja, wat gebeurde daar? Kan je het herbeleven? Ja, ik zag het net terug aan beelden. En het is gewoon eigenlijk zo'n voorzet. En Dries wil hem wegschieten. Heel klein beetje wordt aangeraakt. Nou, ik wil hem pakken en dan ongelukkig mag ik mijn hand eigenlijk zo niet gebruiken. Toch doe ik het. Waarom weet ik het ook niet. De bal krijgt een rare effect mee. Ik zag hem zo over de doellijn rollen. Ja, nou sta je hier schuldbewust. Ben je ook boos op de verdediging? Want dat is een gaatkaas voor je. Sorry, ik ga niet zeggen dat ik boos ben. We winnen, maar we verliezen met z'n allen. De eerste 20, 25 minuten goed gedaan. We hebben kansen gecreëerd. We konden ook op 1-0, maar zelfs op 2-0 voor kunnen komen. Dat hebben we dan niet gedaan. En dan na die 1-0, maar zeker na die 2-0, zijn we echt uit elkaar gevallen. Linies uit elkaar. En wat jij zegt, ze konden zo makkelijk doorlopen naar mij toe. Maar ook in de andere interviews die ik net heb gegeven, heb ik gezegd, persoonlijk vind ik dat we ook heel erg pech hebben gehad. Die ene, hij schiet hem, ik raak hem aan, hij gaat via de paal, komt hij terug, kunnen ze weer intikken. Leerdam komt in de 16, ik zit kort op, ik blok hem goed. Ja, via zijn voeten, via de kluts, komt hij weer terug. Ja, kunnen ze weer zo inschieten. Het was weer zo'n avond dat op een gegeven moment, je hebt alles tegen. En alles tegen. Vandaag hebben we ook zelf verzorgd dat we alles tegen hadden. Ook goede dingen laten zien, maar ik vind dat we zo snel mogelijk die wedstrijd moeten vergeten. Het was een hele harde les voor ons, maar ook voor onze supporters. Die hadden hoge verwachtingen, omdat je hebt zelf ook meegemaakt dat we een hele goede voorbereiding achter de rug. Dat is dit heel raar, hè? Goede wedstrijden, goede voetbal laten zien, maar ook goed getraind. En nu krijg je vier achter de oren. En is maar één ding, met z'n allen weer zitten. Puntjes op de i zetten, doorgaan, zo snel mogelijk kunnen verbeteren. Want volgende week hebben we weer een belangrijke wedstrijd. Een hele lange rit. Individueel fouten moeten eruit, zeker voor een keeper. Ik neem mezelf kwalijk, 100%. 100%. Ik heb mijn teamgenoten teleurgesteld en mijn supporters vaker gezegd. Excuses daarin. Je moet gewoon doorgaan. Leven is zoals het is. En samen met mijn trainers, familie, collega's, mensen die ik echt bij me heb, gaan we voor elkaar brengen en we gaan gewoon een mooi seizoen gaan maken.